Welkom Kevin Lentzen, captain van de Hoekers. Ja. De geëikte studio sportvraag. Hoe vond je het te gaan? Heel wisselend om eerlijk te zijn. Eerste helft is niet waar we naar op zoek waren. Dan laten we eigenlijk geven we de tegenstander gewoon te veel ruimte. Je weet, ja, dat moet je gewoon niet doen. Zeker niet tegen een landskampioen, moet je tegen geen enkel team doen. Niet wat we wilden, maar ik ben wel blij met naar de onderdelen die we wel hebben laten zien. Scoren 2 goede tries. Laten op andere vlakken wel zien dat we echt wel groeiende zijn. We zijn een jong team in ontwikkeling. En dan zijn dit superbelangrijke wedstrijden voor ons om te blijven groeien. Dus we nemen alle positieve punten mee, want die waren er zeker nog wel. Het was voorafgaand, dat weet je misschien niet, maar ik zeg het wel even. Niet alleen spelers die van ons die ook naar de Hoekers waren gegaan. Er was ook wat over het gameplan wat dan gekopieerd zou zijn. Dus wat animositeit, merkte je daar tijdens de wedstrijd wat van? Ik denk dat specifiek niet. Ik denk niet dat wat je zegt, inderdaad, dat er sommige jongens hier gespeeld hebben, dat niet zozeer merkende was. Ik denk uiteindelijk wat je wel terugziet is dat het toch soms toch nog impact maakte dat je tegen landskampioen speelt. En dat is eigenlijk niet wat je wil. Je wil de wedstrijd gewoon volledig erin gaan zoals je eigenlijk elke wedstrijd in wil gaan. En dan zie je dat we de eerste minuut geven gewoon te veel ruimte weg. Maar ja, wat ik zeg, dat is een leerpunt voor ons. Natuurlijk is het zonde niet waar we naar op zoek zijn, maar dat is wel waar ik het meest van leert uiteindelijk. Oké. Er was veel gewerkt aan van alles natuurlijk ook, maar ook aan de defensie. Ja. Toch zag je af en toe mensen toch net misgrijpen. Ja. Is dat frustrerend of zeg je van dat hoort bij die ontwikkeling? Beide. Tuurlijk is het frustrerend, want we hebben afgelopen weken laten zien dat de defense ook heel goed kan staan. Vorige week ook 40 minuten lang staan te verdedigen zonder punten weg te geven. Dus we weten dat we kunnen, dus dat maakt het frustrerend. Aan de andere kant cliché, maar fouten maken hoort erbij in de ontwikkeling. Maar dat neemt niet weg dat het frustrerend is. Juist omdat we weten dat we beter kunnen. Ja. Dat maakt het vooral frustrerend. Als we het ook eventjes andersom bekijken. Jullie hebben toch maar mooi eventjes twee goede tries kunnen scoren tegen die hoek. Dat geeft natuurlijk ook voldoening lijkt me. Ja, nee, zeker wat ik zei. We scoren inderdaad 2 goede tries. 1 onder andere uit een mol. Terwijl die ook normaal natuurlijk inderdaad echt wel sterk is. Laten we zien dat we daar ook wel mee kunnen met gewoon een goede mol om daar te scoren. En dat zijn de punten die je mee moet nemen. Daarvan leren. Daaruit bouwen. En ik denk dat super waardevol is. Dus wat ik zei, we zijn zeker tevreden over een aantal facetten. Waaronder inderdaad de 2 tries. En de tweede helft denk ik dat we zeker wel hebben laten zien wat we wel kunnen. Eerste helft vergeten we even voor wat het is. Oké. Okay. Hey, wie wordt jullie volgende tegenstander? Weet je het al? Heel slecht, ik durf het niet te zeggen. We hebben nu natuurlijk een week rust, volgens mij vanwege het Nederlands team. En dan gaan we het zien. Volgens mij is het Haarlem uit mijn hoofd die we tegenkomen. Denk nog even tot de laatste vraag. Ik weet, er zijn natuurlijk een paar spelers die vanuit het Nederlands team die dan nu met jullie meespelen. Ja. JC en ik ben zijn naam even kwijt. David. Nog. Ja. David. Hoe wordt dat ontvangen? Is dat iets waar jullie wat mee kunnen doen? Ja, het is natuurlijk een beetje tweeledig. Voor de ene kant is het natuurlijk hartstikke belangrijk voor de jongens zelf. Natuurlijk onderdeel van de Nederlandse selectie. Binnenkort belangrijke wedstrijd op de planning. Dus voor hen is het gewoon belangrijk. Kijk, hun club heeft ervoor gekozen om niet mee te doen aan de competitie. Ja, daar kunnen zij wellicht niet zoveel aan doen. Maar het is voor hen wel belangrijk dat ze minuten maken. Andere kant voor ons. We zijn gewoon een heel jong team. En dat soort gasten met heel veel ervaring. Natuurlijk JC in het buitenland speelt. David in het buitenland speelt. Ja, is wel voor heel veel waarde. Ook tijdens trainingen voor ons. Weet je? En dat proberen te gebruiken. Dus het heeft voor hun waarde. Zij kunnen minuten maken. En wij, onze jongens, kunnen er juist weer heel veel van leren. Van de ervaring en kwaliteiten die zij weer brengen. Ja. Nou, ik hoorde telkens en terecht dat in ontwikkeling, dat werd ook genoemd door jullie trainers, Glenn en Arno. Het is goed om te zien dat jullie steeds verder komen natuurlijk. Laten we hopen dat het ook dat 2018 de eerste stap is gezet voor een landskampioenschap in de toekomst. Ik wens jullie heel veel succes voor de toekomst en tot de volgende keer. Super, dankjewel.